ben ik. Dit is Enes. Hij houdt van voetbal, wordt ook wel Messi genoemd. En Enes is ook nog eens heel slim. Wie ben ik? Dit is Ava. Ze houdt van zingen, dansen, acteren en ze zit op badminton. En ze is dan ook nog eens heel goed te rekenen. En, klopt mijn beschrijving van jou een beetje? Ja hoor, een hele goede beschrijving. En klopt mijn beschrijving van jou? Ja, ik heb ook wel het gevoel dat we onszelf kunnen zijn in de klas. Ja, zeker. Hoe zou dat zijn in de brugklas? Laten we dat maar eens gaan vragen aan een paar brugpiepers. De vervelende vraag. Hallo, ik ben Luca. Ik ben Bloem. Ik ben Fetjak. Ik ben Ainoa. De vervelende vraag. Heb jij je aangepast in de brugklas? Toen ik naar deze school kwam, was iedereen heel aardig. En toen kon ik eindelijk gewoon mezelf zijn. En... Hoe was dat op de basisschool dan? Op de basisschool had ik dat totaal niet. Want op de basisschool had je dan een soort groepje dat dan heel, nou, om het zo te zeggen, populair was. En een groepje van niet populaire mensen. En dan dus de populaire mensen, die waren helemaal geweldig. En de rest, ja, die had eigenlijk niet zo heel veel te zeggen. Dat is hier dus heel anders. Ja. Kan je echt altijd jezelf zijn in de klas? Ik wel, maar ik hoor ook wel eens verhalen van andere scholen dat je gepest wordt. Of dat je toch denkt zo van, nou oké, dan doe ik ook wel mee. Hoe reageren mensen op je? Nou, op deze school niet vervelend, maar er zijn vast wel scholen waar ze je... brugpieper noemen of kleine kinderen. Brugmug. Zo. Ja, zoiets. Je uiterlijk en je kleding zeggen iets over jezelf. Aan bepaalde kleding kun je bijvoorbeeld zien of iemand geld heeft of van welke muziek iemand houdt. Vaak dragen mensen kleding die past bij de groep waar ze graag bij horen. Maar iemand met een baard kan hip en cool zijn of juist een zwerver. De schijn bedriegt. De vervelende vraag. Ben je anders gaan kleden? Nee, ik ben niet echt anders gaan kleden. Maar het is wel, want ik kom uit Amsterdam-Noord en het is daar super anders dan hier. Want hier is het meer echt zo van, ja, hier is een hele andere type. En in Amsterdam-Noord is het een beetje allemaal hetzelfde. Misschien dat ik wel iets meer op mijn kleren let, maar dat gewoon in wat ik leuk vind en niet dat ik met de rest meega of zo. Hier op school lopen ook gothics rond. Daar loopt ze langs en dan denk je niet zo van, oh, kijk, kijk, kijk. Maar het is meer zo van, oké, daar loopt een gothic en dat is gewoon heel normaal. Moet je altijd jezelf zijn of is het soms ook goed om je aan te passen? Ik denk dat je altijd wel naar jezelf moet luisteren van wat je fijn vindt om aan te hebben of om hoe je je gedraagt. Ik vind niet dat je mee moet doen met de rest, tenzij je je daar fijn bij voelt. Ik denk dat je gewoon geluk moet hebben met je brugklas. Ja, net als op de basisschool eigenlijk. Heb jij eigenlijk al een keuze gemaakt voor de middelbare school? Ja, deze lijkt me wel leuk.